Nou, we waren hier eigenlijk om Formule 1 te kijken. Maar dat eindigde na één ronde al voor Max Verstappen. Dus toen was het toch niet meer leuk. Jordi is vandaag jarig. We gaan lunchen met wat vrienden. Hij weet niet tot ik kom. En misschien komen er nog wel wat meer waarvan ik niet weet. Vijf. Hoi! Hoi dames en heren. Tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben nog steeds Lucas. Wat ben ik nog steeds blij met deze twee dingen hier. Mooie dingen. Mooie display. Vandaag is het weer aangekomen, de tijd om te gaan werken. Avonddienst. Ik ben een week ongeveer vrij geweest. En dan is het toch altijd weer verdomd lastig als je dan in één keer weer moet werken. Dat blijft gewoon zo. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vorige video, van de Efteling vlog. Ja, ik heb in ieder geval ook nog toen een hele leuke dag gehad. Gewoon met het team. Dus dat is heel belangrijk in ieder geval. Ik ga nu nog even zorgen dat alle bestandjes van die video online komen, zodat Rick kan editen. Maar volgens mij ging hij zelf ook op vakantie even, dus ik weet niet in hoeverre hij tijd allemaal heeft, maar dat maakt niet uit, dat komt wel goed. En dan gaan we ons dadelijk klaarmaken om naar werk te gaan. Als jullie nog niet geabonneerd zijn trouwens, doe dat dan ook eventjes. En doe vooral ook even de duimpje omhoog, dat zal het kanaal super erg helpen voor het algoritme en dergelijke allemaal, van YouTube allemaal. En dan gaan we er weer wat van proberen te maken, ook al zitten we op werk. Maandag gaan we wel en weer tennissen. En ook uit eten met mijn moeder. Even lekker sperps eten. Eigenlijk was het plan ergens anders te gaan eten. Maar die zijn blijkbaar dicht op maandag. Dus dan maar sperps. Maar je hoort niet klagen. Dus dat. Maar eerst dit doen. Ik weet niet waarom mijn scherm niet aangaat. En dan klaarmaken voor het werk. Oeh, mooie pingwings. Oh, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. We zijn er alweer. Hoppa. Hoppa. En dan gaan we lekker aan het werk, mensen. Ik zie jullie vanavond wel weer. Zo, het weekend, avonddienst zit er weer op. Net klaar met het EK kijken. Italië heeft gewonnen. Hoeré, hoeré, hoeré. Ze hebben het wel redelijk verdiend, vind ik. De penalty serie was ook echt slecht eigenlijk van beide teams. De keepers waren echt heel goed. Allebei twee pingels gehouden. Maar Engeland, die miste er zelf ook nog eentje op de paal. Dus ja, niet al te best. Morgen moeten we er weer redelijk vroeg uit. Want dan gaan we weer tennissen. Ja, het is even 2 weken geleden alweer. Of eigenlijk 3 weken. We hebben 2 weken geskipt. Dus ja, ik zal wel rustig zijn. Dus waarschijnlijk gaan we ook nog mij een beetje gewoon wat meer rustiger laten slaan. Dat ik gewoon echt die feeling heb. Echt oefenen, om het zo maar te noemen. En dan hoop ik dat ik het een beetje beter onder de knie krijg. Want dat is nog niet het geval. Dus nu snel mijn bedje proberen te gaan en te slapen. En dan gaan we morgen weer lekker aan het tennis. Joejoe! We zijn bij oma geweest. We zijn nu even aan het kijken wat voor eten we nog mee willen nemen. Dat is mijn butterchicken. Ik wil lekker erbij. Alleen een saus, ja, die wil ik gewoon. Ja, eigenlijk als je hier wat van wil, ik heb geen idee. Hier heb ik 2 van, ik weet bij god niet wat het is. Het is allemaal op hoor, maar. Ja, die restjes eet ik wel. Sausjes. Ik weet het niet. Is lekker hoor. Dan hebben we nog een sausje bij. Goed idee. Ik zou me helemaal niet kijken. Oh, mijn pet! Mijn pet! Nou, we waren hier eigenlijk om Formule 1 te kijken. Maar dat eindigde na 1 ronde al voor Max Verstappen. Dus toen was het toch niet meer leuk. En werd er door Lewis Hamilton werd hij eruit gereden. Dus dat was weer zware ellende. Gelijk de eerste ronde, buurt, ronde 1, boem, daar, klaar. Rode vlag. Hij kwam met 51G in de muur. Nou, klap is dat, jongen, klap. Gelukkig maakt dit wel goed wat ik hoorde, maar En natuurlijk weer Hamilton die er goed mee wegkomt allemaal. Het is toch niet te geloven. Alles om hem wereldkampioen te laten maken. We gaan er nu even door. Hoe noem je dat ook weer? Fietsen. Tour is ook net afgelopen, Tour de France. En de Olympische Spelen gaan bijna beginnen. Dus de sportzomer is nog niet voorbij. Zoals jullie dat maar weten. Jullie hebben het wel gezien al, maar voor misschien de nieuwe kijkers. Kijk, dit was ik in groep 8 vol. Nee, in de 4e. Met mijn Justin Bieber kapsel. Je was dus een jaartje of 15, 16 of zo. Kijk, wat voor een handsome jongen dan. Bizar. En dit was ik in de eerste of tweede of zo, denk ik. Voor alle nieuwe mensen die het nog niet gezien hebben. Dit was ik in groep 8, hier zo. Met mijn sproeten en mijn beugeltje nog in. En dit is Axel. Lange haar toen nog. Axeltje, mijn broer. Perfect. Mooi, hè? Mooi. Zo doen we dat. Ja, ben je klaar? Dag oma, tot de volgende keer weer. Oh ja. Tot de volgende keer. Nee, je hebt het niet gefilmd, al die lekkere hapjes. Nee, de rest, de overblijfselen. Ik kan het. Hey, hallo. Daar zijn we. En we zijn vandaag met Jordi. Hallo. En kijk wat we allemaal geopend hebben. Echt niet normaal. Allemaal shiny face spullen, Pokémon dingen, Japans, Engels.
Het is echt een grote chaos. Moet nog allemaal opgeruimd worden, maar het komt wel. We hebben wel een paar leuke dingen weer gepoet. Waaronder, dit is echt de crème de la crème van vandaag. Oeh. Ja. Dat is een geweldige kaart. Dus, dit gaan we allemaal nog wel een keer opruimen. We gaan dadelijk uit eten. Lekker sushi eten. Met Jordi samen. En dan zit de dag er alweer bijna op. Dus ja, ik denk dat jullie ons misschien wel even zien in het restaurant. En dan is de volgende keer alweer. Adieu. Adieu, paraplu. Kut. Ik zie jullie net staan op mijn camera. Ik had hem hier neergezet om mee te nemen naar het restaurant. En dan ben ik het weer vergeten. Nou. Wat een slechte YouTuber ook, hè. Hoe is het mogelijk? Ik ben nu al eventjes thuis al. Veel te veel gegeten samen met Jordi. En kijk eens eventjes. Dit is een beetje de ding van vandaag. Dat is de beste. De big boy kaart. Die we vandaag gepoet hebben. Super blij mee. En die anderen zijn ook gewoon heel mooi hoor. Daar niet van. Maar echt. Oh. Zo. Daar zijn we. Ready to go. Jordi is vandaag jarig. Op het moment van filmen. We gaan lunchen met wat vrienden. Hij weet niet tot ik kom. En misschien komen er nog wel wat meer waarvan hij het niet weet. Ik weet eigenlijk ook niet precies wie er allemaal komen. Maar twee weet ik sowieso. Dus zijn we met vier, vijf, misschien zes. Ik weet het niet. Ik weet niet wie er allemaal bij kunnen zijn. Hier zijn zijn cadeautjes. Ik heb ze netjes ingepakt. Ik moest of dat kiezen, dat papier. Carrefour papier is het. Of Sinterklaas papier. Nou. Of kerstpapier. Nou. Dus dan maar dat. Hij gaat het toch uitpakken en weer weggooien. Dus ja, daar gaan we toch niks aan veranderen. Ik ga even mijn haartjes doen. En dan over een minuutje of 20 denk ik of zo weg. Lekker lunchen. Bravo. Beetje moe. Ik ging al half drie uur slapen of zo. Dus yeah. Het is nu al gewoon middag hoor, daar niet van. Maar niet heel veel geslapen. Het landweekend komt er ook weer bijna aan. Dat is morgen. Dan gaan we er ook weer klaar voor maken. En ja, hoop gekheid tegemoet. Hoi, we zijn weer terug. En we hebben lekker in de zon gezeten daar. Ja, nu zie ik niet echt goed. Maar ik werd of bruin of verbrand. Want ik heb me niet ingesmeerd en we zaten de hele tijd vol in de zon. Dus ik word nog even kielen. De laatste tijd verbrand ik niet zo heel erg. Ik word wel een beetje roodachtig misschien, maar vaak trekt dat allemaal weer een beetje weg. Dus dat is mooi. Ik heb hier wat boodschapjes gedaan voor het weekend. Chips. En heel wat blikjes, weet ik veel, Malibu cola, andere dingen allemaal. Dus daar kunnen we wel weer eens tegenaan. Ik ben niet zo'n bierdrinker, dus nee. Ik krijg buikpijn van en nee. Dus ik hou meer bij dat. Maar als anderen willen, kunnen ze dat natuurlijk ook gaan maken. Het is niet alleen voor mij. Wat gaan we nu doen? Het is 5:30. Ik denk even gamen. Een beetje chillen, gewoon YouTube streams kijken, weet ik het allemaal. En dan morgen gaat de LAN beginnen. Oeh, zijn op de LAN gearriveerd jongens. Kijk, heel veel mooie displays hier, displays daar. Het is niet normaal. Ik heb wat goeds in het leven geroepen. Ik ben nu met nog één iemand anders, maar de anderen komen eraan. We gaan waarschijnlijk weer helemaal naar de knoppen, dus toppie. Oké, weer gambling again boys. Gaat redelijk goed nog. You will see it. Thuis aangekomen en de portemonnee ging weer hard. Dit is ongeveer wat ik totaal kwijt was. Focus. Dat is het. En dan nog zo. 212 euro. 212 euro. Zoveel. Kan gebeuren. Hoort erbij. Niet meer een keertje doen. Ik heb lekker gedoucht en alles. Ik heb alweer een paar potjes gespeeld met Jordi. We hebben eigenlijk het weekend helemaal niet zo heel veel gegamed. Het was meer gambling. Don't do that. Niet gokken. Maar we did it. En hebben niet gewonnen. Dus. Klaarmaken. Avondeten. Iets met broccoli of zo had hij het over. Ik had heel erg zin in McDonald's. Maar dat had hij vrijdag al op mijn vader. Dus hij wil het nu niet. Maar ik heb als het goed is binnenkort avonddienst. Dus misschien gaan we dan maar gewoon halen. Waarom niet? Oké. Let's go. Eten. Ik heb wel echt trouwens heel weinig geslapen vannacht. Echt maar 3 uurtjes misschien of zo. Nee, ik kwam Jordi. Die kwam in de ochtend. Dat is zo'n kat. Ik gooide die zo op mijn hoofd. Nou,
Nou, en toen sliep ik pas net misschien een uurtje of twee of zo. Echt niet oké. Het was weer een gek weekendje dan. Dan waarschijnlijk daar nog wel wat gamen. En dan morgen weer tijd werken. Oké, mensen, dit was weer de video. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet vooral even niet dat duimpje omhoog te doen. En te abonneren natuurlijk. En het spijt me dat ik heel weinig upload. Kijk zelf maar even buiten trouwens. Dit is al een paar weken dit weer een beetje. Wat kan je doen? Ik ga wel binnenkort op vakantie en zo. En dan zou ik daar wel filmen. Waarschijnlijk naar een groot waterpark. Dus natuurlijk neem ik de GoPro mee. Dus dat zullen jullie wel zien. En voor de rest gebeurt er weinig. Het is een beetje slecht weer. Nou, ik heb wel de lamp gehad, anders zoals jullie hebben gezien. Ja, dit zit. Spijt me. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.